Ik kom uit een familie waar dat de ambitie toch nogal leefde. Zo. Mijn ouders waren ook mensen die vonden dat hun kinderen het zo goed mogelijk moesten doen. En ja, dat was voor mij gewoon, stel ik me de vraag, wat is nu eigenlijk het moeilijkste dat er is en het moeilijkste dat er in de tijd was. En ik denk nog altijd vandaag, dat is burgerlijk ingenieur en daarom heb ik daarvoor gekozen. In die tijd moest een ingenieur wel heel veel kennen. Hè. We hadden dus van organische scheikunde, anorganische scheikunde. En we hadden dan ook, alhoewel dat ik dan elektronica heb gedaan, dan moesten we toch ook leren hoe je tandwielen moest ontwerpen enzovoort. En hoe dat je een schouw moest berekenen. Want alhoewel dat er toen eigenlijk nog weinig schouwen gebouwd werden, denk ik. Ik ben heel blij dat ik dat gestudeerd heb, omdat, en ik ben eigenlijk ook heel blij dat ik dan zoveel materie heb gehad, zodanig dat je eigenlijk heel veel weet. Tijdens dat ik studeerde, dan deden we soms fabrieksbezoeken en dan hadden we gesprekken met ingenieurs die fier waren dat ze niks moesten gebruiken van wat ze geleerd hadden. Hè. Ja, dat is natuurlijk idioot, want als je geleerd voor burgerlijk ingenieur, dan heb je toch normaal gezien een kennis die hoger is dan een normaal mens. En dus ik ben altijd blijven mijn kennis gebruiken. Dat is trouwens ook een heel belangrijke evolutie die er moet gebeuren. Dat is dat de mensen moeten een vorming kiezen als mens. En in functie van wat dat ze graag doen en graag willen doen in de toekomst. Er zijn ook mensen die dus niet genieten van het leven omdat ze zich bezighouden om ruzie te maken met andere mensen. Omdat ze er eigenlijk niet voor gevormd zijn om eigenlijk te genieten van het leven. Er zijn ook twee soorten bedrijven eigenlijk. Er zijn bedrijven waar dat er een hele goede stemming is en dat de mensen goed samenwerken. En dan zijn er organisaties waar dat een soort permanente oorlog is tussen alle leden van de verzameling. Zo. Je moet dan zorgen, je kunt beter proberen te beginnen werken in organisaties waar er een goede sfeer is en dat de mensen eigenlijk proberen samen te werken. Dat is iets waar men in het begin, ik zou daar in het begin niet bij stilgestaan hebben. Ik zou daar ook, ik solliciteer ergens en ik ga werken daar waar ik denk dat ik met een boterham kan verdienen en zo. Maar je staat eigenlijk niet stil bij de kwaliteit van de organisatie waar dat je in terecht komt. En dat is een heel groot verschil.